Vandaag is de laatste video van Fall Guys Season 3 en dat betekent dat ik de laatste Nederlander ga uitnodigen. En vandaag heb ik toch wel een speciaal iemand bij mij en vandaag is dat Mitty. Mitty, wie ben jij? Nou ja, je hebt het al gezegd, ik ben Mitty. En van waar zouden de mensen u moeten kennen? Ja, ik denk van het kanaal Mitty. Nee, vanuit mijn vlogs, denk ik. Goed, ik zal even uitleggen wat we vandaag gaan doen. We zitten hier in een mooie menu van Fall Guys. En er is een nieuwe show, Jump Around. Geen idee wat dat is, maar ik zeg altijd, als je niet weet wat het is, dan moet je het ontdekken. Dus dat gaan we nu ook doen. We zullen zien wat dit wordt. Ik ben er klaar voor. Nou. En ik denk gewoon dat ik weer terug ga winnen, zoals altijd. Nee. Ja, dat zeggen ze allemaal, hè? Dat zeggen ze allemaal. Ik ga winnen. Nee, maar wacht maar totdat je er zelf uit ligt, jongen. Oké. Kijk uit, hè. Kijk uit. Ik heb de afgelopen 2 dagen geoefend, hè. Kijk uit. Wat is hier de bedoeling? Jump over de spinning? Je had toch geoefend? Nou, dan moet je toch wel weten wat dit is, hè. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ik ken ze niet letterlijk niet allemaal uit mijn hoofd. Oké, voordat we voortgaan met de video zou ik even iets willen zeggen. Omdat Mitty op de laptop van zijn buurvrouw aan het spelen was, heeft hij geen gameplay kunnen opnemen. En daarom zullen jullie alleen maar gameplay zien van mij. Goed, dat wou ik even zeggen. Geniet nog van de video. Wat is hier de bedoeling van? Dus het is eigenlijk zo'n letterlijke knockout van dat je in Amerika ook al zo hebt. Zo die shit. Oh, je ligt er al achter. Wacht. Nee. Oh mijn god. Wacht, ik probeer u te redden. Wacht, we springen erover. Ik voel me net zo'n... Wat is het voor een poppetje dan? Ja. Nee! Je ligt er al af van lei, hoor. Ik ben teleurgesteld. Ik dacht dat je had geoefend met die. Ja, maar weet je hoeveel levels je hebt bij deze game? Dat is echt normaal. Ja, dat is waar. Maar maakt niet uit, we zullen nog heel kort zien hoe dat ik het ervan afbreng. En dan zal, omdat ik zo'n barmhartige Samaritaan ben, krijgt Mitty een tweede kans. Nou, wat super barmhartig van u. Bedankt. Kijk, ik zal iets laten zien hoe je mensen moet grieven. Oh, ja, laat maar. Allee, jongens. Oké, ik kan alleen maar zeggen dat we allebei vrij slecht hebben gespeeld. Maar ik ben altijd verder geraakt dan Mitty, dus ik ben nog niet te verslaan. Zo, ben je klaar om afgematteld te worden? Ik ben helemaal klaar. Kom dan, België versus Nederland, the final battle. Ik heb niks tegen Belgen, maar dit wordt dan even een strijdje hoor. Hey, even een ding, hoe zeggen jullie nou eigenlijk patat? Want ik heb zo vaak gezeur gehad over mensen die zeiden van nee, je moet frieten zeggen. Het is wel echt frieten. Serieus? Oh, ik dacht altijd patatten, maar dat is oké. Okay, dus, waarom ben je een jumpclub? Want zelfs in Nederland, omdat we jump dingetjes spelen. Maar zelfs in Nederland zeggen jullie soms friet. Maar dat is zelfs ook fout. Het zijn frieten. Ik heb er echt geen verstand van, jongen. Ik zal het zo zeggen. Je mocht het noemen zoals je het wilt. Maar laten we eerlijk zijn. België, dat is wel een van mijn specialiteiten. Oh nee, ga je de wereld afvliegen? Zeker niet. Oh, kijk. Ben jij er al af? Nee. Nog niet. Er zijn nog 6 mensen af. Oh, kom op, 4, 5. Oh. Yes, ik ben gekwalificeerd. Oh yeah. Oh, ik ben gekwalificeerd. Oh yes. Je bent nog niet gewonnen, hè. Je bent er ook nog in, hè. Oh, gaan we zo beginnen. Ja, maar zeg je me al vergeten of zo? Nee, is goed. Oké, nee, is goed, jongen, is goed. Ben je nog steeds in de game? Ik ben er nog steeds in, hè. Jammer. Oké, dat... Merci. Jammer. Ja, je weet toch wel, hè. Je laat je niet gek maken door Mitty. Nee! Je bent er nog in, hè. Ik ben er nog in, ja. Hupsakee. Dag, Mitty. Het begint een klein beetje sad te worden. Alweer Jump Club? Alweer? Ja, maar we zijn een game mode aan het spelen waarin dat we alleen maar Jump Club hebben. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze vaak. Maar ja, dat is waar. Toch wel een beetje aan de ene kant al raar als ik het heb over een strijd tussen Nederland en België. Dat ik dan zeg het beste mogen winnen, maar dan hoort Nederland gewoon te winnen. Sorry voor alle Belgen, maar dan hoort gewoon Nederland te winnen. Raar als dan België gewoon wint, dat is gewoon niet mogelijk. Dat is wel mogelijk. Kijk, en nu zal ik ervoor zorgen dat ik heel de game win. Want dit is effectief de laatste jump showdown. En dan ga ik Belgen power laten zien. Oh, ik dacht knolpower.
En als ik dit win, knolpower heb ik. Ik denk dat jij meer knolpower hebt dan ik, want jij vlogt wel vaak. Nee, ja, maar ik heb Mitty Power. Ah ja, Mitty Power, klopt. Oh. Oei, oei, oei. Je hebt wel echt een mooi kostuum aan, man. Ja, ik ben een dino. Ah, oké. Ah. Ik ga proberen die eraf te krijgen. Oh, oké, ja. Lekker bezig. Inderdaad. Nee, dat was heel sarcastisch. Oh. Oh, dat scheelt echt helemaal niks. Ja, inderdaad. Oké, nu kan ik al. Wacht, maar dan zijn er nog twee op de andere platform dan. Oh. Oh, er is nog maar één iemand. Holy shit, ik ga deze echt nog winnen. Nog één. Oh, het lijkt een beetje op, hoe heet het, zo'n wipe-out baan. Ja, oh. Oh! Mijn god. Ah wel, dat wou ik net zeggen inderdaad, dat het zo'n beetje wipe-out is. Dat lijkt ook wel een keer vet voor een vlog, voor een video gewoon een keer een wipe-out baan doen. Ja, inderdaad, dat is inderdaad wel cool, ja. Dat wou ik ook eens een keer doen, maar... Oh nee! Ja, nee! Ja! Shout-out naar alle Belgen. De win was hier. En ik zat hier, en dan ging ik... Ja, dat is geen gletsjer, hè? Dat is geen gletsjer. Dit is de echte laatste kans van Mitty. En nu moet hij laten zien dat hij het kan. Hier heeft hij gefaald. Hopelijk valt hij hier niet opnieuw. Let's go. Ik sta bijna vooraan, dus het moet lukken. Ups, oké. Okay. Yes! Oké. Probeer echt in het midden te blijven van de hoop, zeg maar. En dan komt het wel goed. Het lijkt wel maf in iemand trassen die deuren. Ah, hoe? Ah ja, hier rechts. Helemaal rechts, naar rechts. Oké. Het ziet er goed uit. Hou, volhouden. Au. Volhouden, komt goed. Kom op, jongens, kom op. Take away. Oh, ah, shit. Oh. Zo, dat wordt een ellende hier, joh. Ja, ik ga misschien ook... Nee, ik ga gekwalificeerd zijn. Ja, toch? Oh. En? Wat? Nee, net niet! Oh! Ik was over de streep! Oh! Jammer. Ik was... Nou, ik vind eigenlijk dat ik wel gewonnen heb. Ook met, gewoon dat we gewoon gelijk spel staan of zo, want... Ik was letterlijk over de streep! Snowball Survival. Oh, dat is een nieuwe map. Oh, perfect. Dat is dan perfect... Boom! Thumbnail. Dus dit is wel echt best een agressieve game mode, hoor. Oh. Oh, is het niet toevallig met van dat je over die vloer moet lopen dat hij dan opgaat of zo? Ja, maar niet alles, alleen de blauwe stukjes. Oh my. Zie je, dat bedoel ik. Dus je moet echt niet tegen die sneeuwballen vliegen. Oh. Nee. Oh mijn god. Zo ben ik nu al dood. Wat is dit? Oké, maakt niet uit. Ben je al dood? Ik ben al dood. Hè. Goed, dit was het dan. We hebben vandaag eigenlijk allebei niet zo super goed gespeeld. Maar ik denk dat het toch wel fijn is om te zeggen dat België van Nederland heeft gewonnen. Wat betekent dat ik van Mitty heb gewonnen. Mitty, sorry man, maar je hebt wel heel goed geprobeerd, vind ik. En nu moet je iets zeggen. Nu moet ik iets gaan zeggen? Je zit ja. Nederland gewoon volledig naar de grond in te drukken en dan moet ik nu wat gaan zeggen? Ja, wat vind je daarvan? Geen commentaar, oké. Maar goed, ik wil Mitty wel super hard bedanken om mee te doen aan deze video. Goed, dan ga ik deze video afsluiten. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer nodig ik weer iemand anders uit in Fall Guys. En dan zal het season 4 zijn. En ik zeg ciao. Goed, bedankt allemaal om te kijken. Nee, wacht, ik ga het niet zo beginnen.